kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Provincie Limburg en Waterschap Peel en Maasvallei actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard. De Maasgaard bestaat uit 13 verschillende projecten. Door samen te werken kan meer worden bereikt en worden verschillende doelstellingen met elkaar gecombineerd. Hierdoor worden bestaande en nieuwe plannen gerealiseerd die een partij alleen vaak niet had kunnen uitvoeren. Wat is nou het allerbelangrijkste voor de boeren wat er veranderd is? Want de landbouwgrond was eerst hier en dat is verhuisd. Wat betekent dat? Nou ja, wat je zegt, hè, vroeger was dit allemaal landbouwgrond en nu is het onderdeel van een beek geworden. En dat betekent dus dat de boeren een stuk grond hebben ingeleverd. En we hebben daar een tijd geleden, in 2009, een afspraak over gemaakt met de provincie Limburg. De Verklaring van Remond heet dat. En die afspraak die houdt in dat als boeren grond inzetten voor dit soort doelen, voor maatschappelijke doelen, dan gaan we kijken of we ook iets terug kunnen doen voor de boeren. En dit waterschap, wat deze beek heeft aangelegd, die past die Verklaring van Remond heel goed toe. En daar zijn we dus ook heel erg blij mee. Dat betekent dus dat het waterschap ook kijkt of je dingen terug kunt doen voor de ondernemers in de omgeving. Een van de 13 projecten van de Maasgaard, waar jij projectleider bij bent. Dit is een heel belangrijk project, ook voor jou, hè? Vertel eens. Nou, we hebben hier ergens ons best gedaan om grond te kopen van de landbouw. En we hebben vervolgens de lage gronden geruild, die wij graag willen hebben voor de beek, geruild tegen hoge gronden waar de boeren naartoe konden, om daar hun gewassen te telen. Die zaten eerst hier? Die zaten eerst onder andere hier vlak bij de beek. Ja. En de beek plus de lage grond in het beekdal hebben wij nou uitgeruild. En de boeren die eerst hier zaten, zitten nu op de hoge grond buiten het beekdal. Vroeger dachten wij in de jaren 60 van de ruilverkavelingen, dachten wij van het water moet weg, zo snel mogelijk. Dus brede sloten maken, brede beken maken. En vervolgens wel stuwen om te voorkomen dat in de zomer het water echt weg was. Maar je ziet dan dat die beek voor de natuur geen waarde meer heeft en dan moet je er iets anders van maken. Voor de herinrichting van deze beek lag dat land gewoon een stuk lager. En was het dus vrij nat. En nu ligt het hoger en is het dus als landbouwgrond meer geschikt. En dat zijn de dingetjes die het waterschap gewoon meeneemt in zo'n project, waardoor de boeren er ook beter van worden. Ja, dit is leuk werk. Door juist van problemen kansen te maken, ja, daar kun je van genieten en dan kun je iets moois maken waar ook andere mensen van zeggen, ja, dit is goed. Maar je moet ook lol hebben in het maken van een mooi stukje buitengebied. En er is niks mooier dan een mix vinden tussen landbouw en natuur en water en recreatie. En ook nog als de mensen zeggen van ja, dat ziet er goed uit. Dan is voor mij de missie geslaagd. Je bent beleidsmedewerker waterbeheer, dat doe je bij de LLTB, maar dat doe je ook bij de LTO. Ja. Dus jij lobbyt eigenlijk ook voor Limburg in Den Haag? Ja. Ja. Voor dit soort projecten? Of gaat dat nog veel verder? Nou, het is niet zozeer om deze projecten mogelijk te maken, maar om ze mogelijk te laten zijn. Het mogelijk maken van dit soort projecten doet het waterschap. Ja, dat doen we met elkaar. Maar je wil dus in feite de spanning tussen landbouw en waterbeheer en natuur hier wegnemen. Ja. En dat is ons werk wat we in Den Haag doen. Voel jij je verbonden met de Limburgse grond en het Limburgse water, meer dan op een andere plek? Nou ja, ik ben Limburger, dus het antwoord is meteen ja. Maar als je er ook rondkijkt, het is er ook prachtig hier. Het is er ook een prachtig landschap. En dit soort projecten die horen daarbij, maar ook die boeren die kunnen vooruit. En dat is mijn motivatie.